Go. Ja, we zijn hier bij de Lions Club Breda Forum, bij de schaatsestafette. Vanmorgen hebben we de aftrap gehad met wethouder Paul de Beer, die zo vriendelijk was het evenement te willen openen. En ook Prins Carnaval was zoals elk jaar dit jaar weer aanwezig. De prins is een zeer verdienstelijk schaatser. En traditiegetrouw schaatst hij altijd de eerste ronde van deze schaatsestafette voor het goede doel. En ook Annemarie Thomas, oud-wereldkampioene, was dit jaar weer present om een clinic te geven voor gevorderde schaatsers en een clinic voor beginnende schaatsers. Je moet gebruik maken van het ijs. Dus ik wil eigenlijk beginnen met het glijden, omdat dat het makkelijkste te oefenen is. Je maakt straks een beetje snelheid en we gaan glijden op twee voeten. Voeten onder je, met je knieën goed gebogen, je navel naar binnen trekken en je schouders een beetje naar voren hangen. Eerst door je knieën en dan één voet omhoog. Juist, netjes. Goed zo. Al je gewicht nu boven je stambeen, hè? Dus al je gewicht boven het been waar je op staat. Ja, het doel van deze estafette is een boottocht te organiseren om hier geld voor op te halen. De estafette-teams betalen ook voor lid voor hun deelname. En het doel is om een boottocht te organiseren voor bejaarden, zo'n 100 bejaarden. In de zomer, gemiddelde leeftijd zo'n 83 jaar. Dus we hebben jonkies van 77, maar ook van over de 100. Denk aan je haar! En met de bedragen die we deze dag ophalen, gemiddeld hebben we nu zo'n 5000 euro. Aan koek en zopie die verkocht is aan de deelnemende teams, sponsoring. Daar kunnen we die boot van betalen en kunnen we zorgen voor een heerlijk dagje uit voor de senioren medemens. Een apart woord van dank ook voor Optisport, die al voor de zesde keer deze baan belangeloos ter beschikking stelt. Want ja, zonder deze ijsbaan is het onmogelijk om dit evenement te organiseren. Dus daarvoor enorm bedankt.